Zelf sushi maken is wel zo leuk en daarvoor gebruik je natuurlijk echte sushirijst. Hoe je die moet koken, zie je in deze video. Je kunt de sushirijst voor het koken het best eerst even wassen. Dat maakt hem straks wat minder klef. Was de rijst in ruim koud water tot het water niet meer troebel is. Laat het goed uitlekken in een zeef. Zet de gewassen rijst op met koud water en breng het aan de kook. Per 250 gram rijst gebruik je 350 ml water. Zodra de rijst kookt, zet je het vuur laag en laat je de rijst afgedekt 10 minuten pruttelen. Zet na 10 minuten het vuur uit, maar laat het deksel op de pan. Laat de rijst zo nog 15 minuten staan zonder de deksel te openen. Op deze manier stoomt de rijst mooi gaar zonder klef of juist te droog te worden. Als alternatief voor deze methode kan je natuurlijk ook een rijstkoker gebruiken. Zo'n apparaat doet eigenlijk al het werk voor jou en bovendien houdt het de rijst een paar uur warm. Schep de rijst dan voorzichtig even om met een spatel of vork. Je kunt de rijst nu het best in een ondiepe schaal scheppen, dan verliest hij snel de meeste warmte. Schep er eventueel nog 5 eetlepels sushi-azijn door. Dit is een zoete azijn die kant-en-klaar te koop is en in de Japanse keuken veel wordt gebruikt om sushi-rijst op smaak te brengen. Verwerk de sushi-rijst lauwwarm in de sushi, dat werkt het makkelijkst en geeft het beste resultaat.